Inmiddels gaat twee maal langer mee dan mislukte imitatie. This is the BBC, with the Daily Minutes podcast. Oh no, it isn't. I mean, this is the Daily Minutes podcast. This is however not the BBC. Als er een natuurramp gebeurt, vertrouw jij dan je leven toe aan het feit dat mobiele telefoons en internetverbindingen nog werken? Vertrouw je daar het leven van je gezinsleden aan toe? Ik dacht het niet. Amateurradio, communicatie die altijd blijft werken. Today is the first day of the rest of your life. And what a good day, to have a good day. Daily Minutes, 17 november 2021. Dit is het bulletin van woensdag. Ja, Daily Minutes, wordt een beetje een uit de losse hand uitzending. Ik heb geen tijd om een gescripte uitzending te maken. Ik kom daar later ook nog even op terug. Daarna zenden we weer één of meerdere afleveringen uit de serie over de historie. Dan komen we terug toe aan het interessantere deel, vind ik zelf. De komende tijd gaat het denk ik nog over de Vibroplex en over de merken amateur apparatuur. En vooral het verhaal over Heatkit, dat is toch wel een beetje mijn favoriet in dit alles. Heatkit, dat ooit begon als een bedrijf in vliegtuigonderdelen. Daily Minutes, 17 november 2021. Dit is het bulletin van woensdag. En het is heel vroeg. Nou ja, heel laat. Hoe vroeg? Het is maar net hoe je het bekijkt. Ik had gisteren overdag al een stuk geslapen. En mijn gebruikelijke niet kunnen klokkijken, dat speelde me opnieuw op. Ik ben denk ik om 12:30 in slaap gevallen. Ik ben iets van ruim een half uur geleden ben ik wakker geworden. In de veronderstelling dat het 7 uur was, dat dacht ik echt. Dus ik heb koffie gemaakt en ik heb van alles gedaan. Toen kom ik erachter dat het op het moment dat ik dat allemaal gedaan had, dat het 4:05 was. Dus ik heb niet meer dan ruim 2 uur geslapen waarschijnlijk. Maar ik heb overdag geslapen. En ik ben best wel heel erg uitgeslapen. Dus ik denk dat dat ik, als ik overdag wat slaap, dat ik eigenlijk wel genoeg slaap heb voor mijn doen. En ik zit al te vertalen, want ik heb een klus die eigenlijk als deadline 12 uur heeft. Maar ik heb me voorgenomen om ruim voor tijd klaar te hebben. Dat heb ik ook al een beetje laten weten aan de klant. En dat lukt alleen als ik nu even doorwerk. Dus dat gaan we maar eens doen. Veel koffie. Maar ik ben nog niet helemaal wakker, blijkt. En omdat ik dacht dat het later was, heb ik echt de spurt alvast ingezet. Dus ik kan het nu wel iets rustiger aandoen, maar hij moet wel af. En dat is te doen, want ik heb precies zo'n grote op maandag gedaan. Daar heb ik 6 uur over gedaan of zo, dus dat moet makkelijk kunnen nu. Het lijkt geen moeilijke inderdaad, het is niet eentje die tegenvalt. Maar heel veel te vertellen heb ik niet gisteravond de Diesta-ronde, uiteraard. En die was dit keer wat succesvoller dan de vorige keer. Waren niet heel veel meer inmelders. Maar het was wel een meer geslaagde ronde. En waarschijnlijk ook omdat ik er zelf wat meer tijd voor had. Ja, ik had me voorgenomen om nu kort iets in te spreken en bondig. Dat lukt waarschijnlijk wel, maar bondig, ik weet het niet. Maar ik ga wel weer over naar een gescripte uitzending. Hopelijk vanavond nog, of misschien dat ik hem wel eerder kan maken. Zodat ik een deel heb van Pascal's verhaal en dat ik daar weer even mee verder kan. Ik zit me wel af te vragen als ik video ga doen, wat ik toch echt vast van plan ben. Of ik dat op dit soort tijdstippen ook ga doen. Ik denk dat ik dan maar even van afzie. Tenzij het een humoristische uitzending wordt. Dat je mij zult zien stuntelen. Nou, ik ben nog niet helemaal wakker. Nee, ik zit toch vol met onderwerpen, maar die komen er niet echt uit. Nou ja, mocht er wat komen bovenborrelen. Ik praat nu 3 minuten. Dat is wat karig voor mij doen, maar ik ben duidelijk nog niet helemaal wakker. En wie weet, komt er nog wat achteraan. Gescript of ongescript? Dit was ongescript. Ja, daar was ik weer. Ik had afgelopen nacht al ingesproken. Bijzonder vroeg. Maar ik had gisteren geslapen. Overdag. Vandaag niet. Het bleek toch dat ik... Want ik heb vandaag geen slaap gehad. Dat ik waarschijnlijk toch wel genoeg geslapen heb. Al met al.
Maar eind van de middag ben ik toch wel een beetje wat rustiger. Dus ik weet niet of het zometeen nog lukt om een aflevering van de programmeerbare logica in elkaar te flansen. Dat was eigenlijk wel de bedoeling, maar het is een beetje aan de late kant. Ik moet nog wat dingen. Niet zoveel acuut werk momenteel. Gelukkig kan ik aan mijn administratie werken, maar en een aantal andere dingen nog. Maar wat had ik verder nog? Er was iemand op televisie die zei van dat het maar onzin was dat katten als ze in de boom zitten eruit gered worden. Maar op dat moment had ik even geen tegengewicht daarvoor. Maar hij zei dus, zie je ooit kattenskeletten op een tak zitten? En dat is natuurlijk wel waar. Maar goed, dat lijkt een hele eenvoudige wijsheid van waarschijnlijk een niet-kattenliefhebber. Maar dat klopt niet. Ik heb even opgezocht en toen dacht ik ineens van, oh ja, katten kunnen uitdrogen als ze zo lang in de boom zitten. Dan kunnen ze een nierkwaal van ontwikkelen. Dat is op zich al ernstig. Maar wat veel ernstiger is, katten moeten elke 24 uur eten. Anders dan krijgen ze waarschijnlijk leververbindweefseling. En dat is heel ernstig. Daar, als ze dat oplopen in zo'n boom, dan komen ze niet meer op het oude niveau terug. Dus dan zitten ze op. Dan heb je een kat die heel erg stil zit en niet. Gewoon de kat is op slag oud, zeg maar. En als het er ernstiger is, dan overleeft die kat het ook niet. Hè? Dus die moet echt wel binnen 24 uur uit de boom. Want anders dan gaat het niet goed. En vanwege het drinken waarschijnlijk eerder. Tja. Ja, de coronacijfers hier lopen verder op en op. Ik doe even wat algemeen nieuws. Nou ja, ik zit toch wel bovenop dat corona vaak. Tenminste, ik hou het heel goed bij. Maar ik hoor van veel mensen van ja, dat vaccin dat werkt dan niet. Maar mensen begrijpen niet helemaal hoe het zit. En we zien bepaalde dingen over het hoofd. De vaccins die zijn gemaakt om de ernstige variant van COVID te voorkomen. Dat doen ze vrij goed. Dat doen ze 93 tot hogere percentages. Het voorkomen dat mensen op de IC komen is nog iets hoger in percentage. Dus in dat opzicht werkt het wel. Maar ze waren minder goed in het voorkomen dat je COVID kreeg. En toen kwam de Delta variant die veel besmettelijker was. En daar zijn die vaccins niet op gemaakt en ook niet tegen opgewassen zozeer. Het helpt wel, maar niet genoeg. Maar het is nog wat anders, want er zijn nu veel meer besmettingen dan een jaar geleden. Maar bedenk dat een jaar geleden alles op slot zat. He, dat je niet, de bioscopen die waren dicht. Een deel van de tijd waren alleen de noodzakelijke winkels open. Dus het was gewoon een hele andere tijd toen. Want ja, zelfs met de lockdown die het nu is, is dat nog veel minder streng dan dat het een jaar geleden was. Dus dat is vermoedelijk de oorzaak daarvan. Helemaal zeker kun je dat natuurlijk niet zeggen. Wat opmerkelijk is, is dat ik vaak landen vergelijk en dat je wel ziet. Ik heb voor het 3 weken oude informatie, maar toen zag je het al omhoog gaan. Wat je ziet is dat eigenlijk in al die landen tegelijk gebeurt. Hè? Dus het is niet een invloed van beleid, maar het is een invloed van het seizoen. Eerder. Want niet al die landen hebben een identieke manier van optreden. Hier zijn ze vaak vrij laat. In andere landen weer wat eerder of wat strenger. Maar of wat losser, wat ook kan. Maar je ziet gewoon dat het eigenlijk op dezelfde datum bijna precies allemaal omhoog gaat. Althans in dit deel van de wereld. En dat is toch wel een sterke aanwijzing dat het klimaatinvloeden zijn. Ja, dat klinkt nou ook weer. Die discussie wil ik er niet bij halen. Dat het weersinvloeden zijn. Laten we nou niet nog erger maken. Goed. Als het een beetje lukt, dan wil ik trouwens heel snel weer wat statistieken maken. Om toch even te kijken wat de status nu is. Dat is altijd wel interessant. Ik doe dat minder vaak dan vorig jaar. Ik had, moet ik zeggen, met die statistieken in eerste instantie had ik ook echt. Ik had dat een beetje nodig om voor mezelf. Ik bedoel, die hele coronasituatie. Dat hebben we dus nooit eerder meegemaakt. En ik had dat wel nodig om voor mezelf daar wat greep op te krijgen op de situatie. Dus niet dat ik daar nou invloed op had. Maar je wilt toch weten waar je mee te maken hebt. En door die statistieken elke dag te maken, gaf dat mij wat houvast. En het was sowieso journalistiek heel interessant. Vooral omdat ik in het begin in staat bleek om het reproductiegetal vrij precies te voorspellen. Iets waarvan RIVM zei dat dat helemaal niet mogelijk was. Ik heb zeker 3/4 jaar lang, terwijl RIVM dat getal wat ze nu wel kunnen geven, maar wat ze toen niet konden geven,
Was er nu gewoon opgeven. Maar dat getal, dat kon ik precies voorspellen. En RIVM die maakte dan pas 3 weken later hetzelfde getal bekend. En dat klopte eigenlijk nagenoeg altijd exact. Dus, vrij exact. Toch in ieder geval een hele goede voorspelling. En dat was eigenlijk toeval dat ik daarop kwam met mijn statistiek software. Dus daar ben ik ook wel trots op. Ik heb het niet aan de grote klok gehangen. Ik bedoel, ik heb er niet zoveel aan. En ik wilde ook RIVM niet op die manier onderuit halen. Tenzij ik echt heel uitgebreid op het dossier zit als journalist. En dat zat ik op dat moment niet. Maar het was heel interessante informatie. Maar nu is het, ik heb dat van dat houvast minder nodig. En het is ook zo dat eigenlijk is er heel veel goede informatie sowieso beschikbaar. Maar wat wel leuk is, is als je het, kunt vergelijken. Ik wil bijvoorbeeld nog eens een keer grafieken maken van precies de beide jaren. En die dan in één grafiek tekenen. Dat levert wel een interessante waarde op, ongetwijfeld. En dan kun je zien dat het ook vorig jaar eigenlijk rond dezelfde datum omhoog ging. Wat weer een extra aanwijzing is voor het feit dat het van het weer komt. Of van het seizoen. Op verschillende nieuwsmedia, waaronder nu.nl, is het verhaal te zien van een geheim agent. Dat zijn politiemensen die undercover werken. Maar undercover, dat is een beetje een beladen woord in Nederland. In ieder geval, een van de agenten heeft zelfmoord gepleegd naar aanleiding van zijn werk. En waarschijnlijk is hij gewoon heel erg bedreigd geweest. En niet genoeg steun door de eenheid waarvoor hij werkte. Dat is heel ernstig. En even kijken hoor. Even zien. Ik heb het verhaal nog niet gelezen. Oh, hier staat wel meer in dan in het persbericht. Ik kreeg net van een uur geleden of zo. Ik zal even kijken hoe laat het precies was. Om 14:22 een persbericht van het ministerie van Grapperhaus. En doorgaans is het niet zo dat je persberichten moet overnemen, want je moet je eigen research doen. Hè? Een persbericht geeft vooral het standpunt van de organisatie die het persbericht doet uitgaan. Daar moet je je goed van bewust zijn. Maar het geeft toch wel wat aan. Minister Grapperhaus heeft ze hebben een onderzoek laten doen naar het team werken onder dekmantel, waar de betreffende agent ook voor werkte. En de conclusie is gebrek aan professionaliteit, sturing en toezicht. Er zijn ook maatregelen worden. Je ziet aan het persbericht dat men dit wil aanpakken en ook wel snel, en dat men erg geraakt is door het gebeurde. Dat snap ik ook, want het is natuurlijk ernstig als iemand door werkomstandigheden zoiets doet. Dat geeft aan dat er echt, ik bedoel, je bent als werkgever verantwoordelijk, je hebt een zorgplicht voor je werknemers. En er is zodanig niet aan voldaan in zo'n geval. Als dat kan plaatsvinden. Dat is heel erg. En dit zijn de mannetjesputters. Hè? Dit zijn de mensen die niet makkelijk onderuit gaan. Tegelijkertijd zie je wel dat ook hier weer de maatregelen weer toenemen. Gisteren was er al een persbericht dat de wet op ontneming, hè, dus het ontnemen van crimineel geld, de mogelijkheden van justitie worden daar flink uitgebreid. Bijvoorbeeld nu is het zo dat dingen kunnen wel in beslag genomen worden, maar dingen kunnen nu alleen definitief ontnomen worden als iemand veroordeeld is. En vanaf nu is het zo dat op het moment dat ze iemand vastnemen en ze treffen een Ferrari aan, ik noem maar een voorbeeld, dan kunnen ze naar de rechter stappen en zeggen, nou, deze meneer die kan niet aantonen hoe die aan die Ferrari gekomen is. Dus die Ferrari die is geconfiskeerd. En dat betekent ook dat als er hoeveelheden geld en bitcoins, daar was vorige week sprake van, hè, dat de overheid zo succesvol was in het claimen van bitcoins van criminelen, dat als ze dat geld hebben, dat gaat dan ook direct in de schatkist. En daar zijn wel eens dingen die misgaan. Is het wel een veiligheids, in die nieuwe wet, een veiligheidsclausule, namelijk dat mensen als ze onevenredig geraakt worden door zo'n maatregel, dat ze dan recht hebben op schadevergoeding. Maar je zult je huis, maar ik heb dat gezien bij mensen die door een rechtszaak van een afstandje als journalist, hoor, maar wel mensen die ik sprak. Maar die raakten hun huis kwijt. Iemand die een
hoe zeg je dat, een vooraanstaande functie heeft in het bedrijfsleven. Die raakt zijn huis kwijt, dat is een concreet voorbeeld. En 3 weken later is zijn vrouw met kinderen weg. En einde huwelijk. Nou zal er met het huwelijk wat mis geweest zijn, maar dit is toch wel duidelijk wat er gebeurt. Dus de consequenties van zoiets kunnen bijzonder erg zijn als je vergist. En natuurlijk, je moet niet crimineel zijn en de ondermijning is een groot probleem. Maar je moet oppassen dat er voldoende waarborgen in zitten. Ik weet zo snel de wetgeving niet meer, maar er is een wet die al heel lang bestaat. En daarbij, je komt niet op de naam, dat is zo'n voor de hand liggende naam. Maar in ieder geval is het zo dat een ondernemer die kan worden gekenmerkt als zijnde iemand die contact heeft in de onderwereld. En in dat geval is daar niet zo'n heel grote rechtswaarborg wat ik ervan gezien heb. Het kan zijn dat die wetgeving inmiddels veranderd is. Maar ik heb een aantal jaren geleden daar een paar voorbeelden van gezien die tamelijk schrijnend waren. Nou weet ik niet het hele verhaal, want dat is wat meneer zelf aan journalisten beweerde. Maar toch, er was een meneer die in, ik dacht ergens in Zuid-Holland, een paar heel succesvolle restaurants had. Hij was zelf geen chef-kok, maar hij genoot wel heel veel aanzien daardoor. En toen werd hij op een gegeven moment door mensen benaderd voor een op zich legale zakendeal. En hij ging vervolgens met die mensen een aantal weken in gesprek. Hadden in zijn intensieve gesprek over die zakendeal. Die zakendeal die ketste af. Maar dat waren mensen die lid waren van een criminele organisatie. Wat de man zegt dat hij niet wist. Maar het gesprek ging er ook niet over. En vervolgens kreeg hij dus wel dat predicaat opgeplakt. Gevolg daarvan was dat hij zijn vergunning voor zijn restaurants kwijtraakte. En een half jaar later werkte hij als hulp en als kelner en als afwasser in een van de voormalige restaurants die zijn eigendom was geweest. Zo groot zijn de consequenties. En de vraag is, heeft die man wat verkeerd gedaan? Het had er toen een beetje de schijn van dat die man, die leek redelijk onschuldig. Uit het hele verhaal bleek dat een beetje. Maar de maatregel die werd jaren later, was die toch nog niet ingetrokken. En je moet oppassen dat dat soort dingen gebeuren. Want je krijgt dan mensen in de maatschappij die een soort B-burgers worden. Tweede klas burgers. Die gewoon minder rechten hebben. Mogen niet zelf een bedrijf beginnen. Terwijl ze misschien wel juist daar heel geschikt voor zijn. En ik vind ook dat zo'n maatregel dan niet zo lang moet duren. Ik geloof dat wat ik ervan weet nog is dat 8 jaar later die man nog steeds dat predicaat had. Ja, ik heb het toch maar even opgezocht. Dat is de wet BIBOP. Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur. En op Wikipedia staat daar onder andere over. Van de zijde van de ondernemers is er kritiek op de wet BIBOP. In een aantal gemeenten zou de wet te rigide worden toegepast. Bijvoorbeeld in Amsterdam. Hiermee worden bona fide ondernemers onnodig opgezadeld met een BIBOP-onderzoek. Wat veel tijd kost. Doordat de vergunning langer op zich laat wachten, verliezen deze bona fide ondernemers soms veel geld. Ook vinden critici dat ondernemers die ooit een keer een scheve schaats hebben gereden door de wet BIBOP te hard worden aangepakt. De wet BIBOP ontneemt hen een tweede kans. Dat is wat ik zo pas ook al zei. Er is ook een rechtszaak aangespannen in 2009 al. En die zaak die loopt nog steeds. Dat was een exploitant van prostitutiepanden in Groningen. Die wil een vergoeding voor de imagoschade die hij zegt te hebben geleden. Mede door de uitkomsten van een BIBOP-onderzoek. En die zaak die loopt dus nog steeds. Ja, ik heb altijd gevoelige plek voor onrecht. En natuurlijk als iemand een crimineel is en dat is allemaal terecht, nee, dan is het allemaal prima. Maar ik kan er niet tegen als mensen onterecht veroordeeld worden. Ik geloof dat 5% van de gevangenen in Nederland onterecht vastzit. Dat is heel veel. Het lijkt weinig, maar dat is echt heel veel. 5 op de 100, hè. Dus ja. En het zal je maar treffen, of het zal een huisvader maar treffen. Want het is toch zo dat de kinderen dan opgroeien, soms heel lang, zonder de aanwezigheid van een vader. En het huwelijk van de ouders kan erdoor ook op de klippen lopen. Terwijl als iemand niet schuldig is, ja, dan is dat allemaal heel onterecht en heel pijnlijk. Op Southgate ARC staat een artikel over een boek uit 1922 over het zendamateurisme. Even kijken, dat boek dat heet The Radio Boys First Wireless. Een Engels boek uit de Radio Boys serie. En dat boek dat kun je gratis downloaden in de vorm van een pdf-bestand. Het is natuurlijk wel grappig. Het is puur historisch, want de techniek is niet meer van toepassing. Het is wel leuk om te zien wat voor spullen dat ze toen hadden. Hè?
Ja. Even kijken hoor. Southgate ARC en het artikel dat heet 1922 Wireless Book Available for Free Download. Als je op de eerste pagina op Free Download zoekt, dan vind je hem vast. Het is een boek van, ik heb even gedownload, een boek van 122 pagina's. Wel staan de letters ver uit elkaar, maar ik zie niet veel beeldmateriaal. Meestal in de tekst als ik het goed zie. Moment. Nee, beeldmateriaal zie ik niet. Het is alleen om te lezen. Ja, misschien, ik weet niet, het lijkt meer een romanachtig iets dan een technische beschrijving. Maar dan moet ik, om het zeker te weten, moet ik er secuurder in duiken. Op de site van de VSSA een artikel over radiotechnieknet, het radiotechnieknet, RTN. Iedere zaterdagmiddag vindt van 15:30 tot 16:30 het radiotechnieknet plaats als eerbetoon aan Wijlen Dick Rollema, panel SE, die destijds wekelijks samen met panel SU een technoronde organiseerde, een vragenuurtje waarbij Dick gebruik maakte van zijn ter zake grote kennis die hij putte uit de vele buitenlandse tijdschriften die hij las voor zijn elektronwerk. Ja, ik moet zeggen, panel SE heeft bij mij ook een grote rol gespeeld in het omarmen van de hobby. Het waren zijn technische verhalen waardoor ik ben gaan zelfbouwen. Het net dat wordt op dit moment geleid door twee moderatoren, Dick Harms, PA2DW, en Christian Roselaar, PA3FUN. Zij waken over het technisch karakter en geven leiding aan het net. Er wordt gewerkt aan een systeem met vier moderatoren en een wekelijks af... Even kijken, waardoor een wekelijkse activiteit wordt verzekerd. Oh, het net is dus kennelijk niet iedere week, maar het staat wel iedere week. Samenvat het iedere zaterdagmiddag van 15:30 tot 16:30. Frequentie is 3773, maar er staat ook een plaatje bij en daar staat 3777777. Dus kennelijk is de frequentie een beetje flexibel. Heb je een technische vraag op radiogebied of denk je dat je iets kunt bijdragen op radiotechnisch gebied, meld je dan als deelnemer. Het is een aanrader. Het radiotechnieknet op 3777,77 of 3773 kHz. En in elk geval wel iedere zaterdag. Daar staat... het plaatje staat ook nog dat het om 4 uur is. Maar er staat ook 15:30 tot 16:30. Nou, het ligt in ieder geval in de buurt van elkaar. Dus ik denk dat 15:30, want dat staat in het artikel, dat zal het wel zijn, dan begint het. Maar het kan zijn dat het een half uur later begint. In ieder geval de moeite waard. Deel 16 van de historie van onze hobby. Gisteren had ik het over twee belangrijke ontwikkelingen in de jaren 70 voor onze hobby, namelijk de komst van de Japanse amateurapparaten op grote schaal en de komst van de FM-repeater. Er is nog een belangrijke ontwikkeling die in de jaren 70 begon. Toen ik in 1975 centamateur werd, waren er ruim 2700 centamateurs in Nederland. Nu zijn het er bijna 5 maal zoveel. Het amateurisme was in die tijd nog steeds niet helemaal ontgroeid dat het een hobby was van de elite. Het luisteren naar radiosignalen, met name naar omroep, was mede door omroepen als VARA en AVRO al sinds de jaren 20 iets waar ook het zeg maar gewone volk zich mee bezig hield. Het centamateurisme was zeker in die begindagen iets van zeg maar de hogere heren. Ook toen al waren het vooral heren. Mensen als Steringa en Jan Korver kon je, zoals ik ook al eerder vertelde, niet beschouwen als behorend tot de normale burgerij. De tandarts van de koningin maakte deel uit van hun groepje en zo was dat ook door de hele hobby heen. Hoe het zat in de jaren 20 weet ik niet, maar begin jaren 70 werd door amateurs wel vaak gezegd dat iedereen in het gezelschap welkom was, of het nu een lasser was, een schilder of een burgemeester. Maar eenmaal in die hobby aanbeland was er toch nog dat gevoel van wij zijn meer dan de rest. Die achtergrond verklaart ook de grote weerzin die de komst van zoveel nieuwe amateurs bij de oude garde opriep. Het was niet overal zo, maar veel van de oud-gedienden vonden met name de komst van die verkapte koffieleuteraars van de D-kanalen dus absoluut niets. Heel gek was dat nou ook weer niet. De 27MC was verboden geworden en zonder veel besef dat dat twee verschillende dingen waren, loodste staatssecretaris Van Hulten begin 1975 een de facto verbod van de 27MC door de Kamer. Dat ging alleen door de op grote schaal protesterende 27MC'ers een legaal alternatief te bieden in de vorm van de D-kanalen. De 27MC'ers die wilden helemaal niet op de D-kanalen. En de amateurs wilden die in communiceren en niet in techniek geïnteresseerden met hun door Van Hulten als koffiepraatjes bestempelde QSO's ook helemaal niet op de amateurband. Het was een voor iedereen in die begintijd uiterst opgedrongen en ongemakkelijke situatie. Die situatie werd pas 5 jaar later, begin 1980, opgelost toen er een minister kwam, toen nog bekend als Nelly Smit-Kroes, afkomstig uit een familie met roots in de truckerswereld, die daardoor wel begreep dat er een verschil was tussen zendamateurs en 27MC-hobbyisten.
Toch kun je stellen dat de komst van die mensen die vanwege hun eerdere interesse voor 27MC vanwege het verbod via de D de hobby binnenstroomde, zich meestal al heel snel en goed aanpaste in de zich veranderende hobby van het centamateurisme. Overigens beperkten die ontwikkelingen zich niet tot Nederland. Hooguit ging het hier door de ontwikkelingen nog sneller. Ook in het buitenland nam de belangstelling voor de zendhobby in die tijd spectaculair toe. De latere legalisering van 27MC heeft onze hobby ook zeker meer bekendheid gegeven, waardoor het zendamateurisme in de slipstream van die enorme rage die 27MC in de jaren 80 was, mee kon groeien. Het heeft de hobby echter wel veranderd, maar die veranderingen lagen ook al besloten in de technische ontwikkelingen, waarbij apparatuur steeds geavanceerder werd en het moeilijker wordt om zelf nog dingen te kunnen bouwen die moeiteloos met een veel goedkoper gekocht apparaat kunnen concurreren. Leuke uitzending zeg. Houd je mond, ik zit tv te kijken. Deel 17 van de historie van onze hobby. Zoals al genoemd speelden de amateurs in de jaren 50 een grote rol bij het experimenteren met en de invoer bij zowel amateurs als professioneel van SSB. Dat ging echter vooral om de HF-banden. Voor SSB gebruikte iedereen AM. AM speelde op 10 meter nog lange tijd een rol door omgebouwde 27MC-bakjes, maar ook doordat veel beginnende amateurs in de Sovjet-Unie en in het Oostblok in die modus werken op 10 meter. Werkten. Verder bleef AM met name op 50 MHz in de VS en op 70 MHz ook na de 70er jaren nog door een aantal op 70 MHz in de UK, moet ik zeggen, ook na de 70er jaren nog door een aantal amateurs in gebruik. Op 2 meter werd aan het begin van de jaren 70 steeds vaker FM gebruikt. De apparatuur die voor die tijd gebruikt werd, waren vaak kristalgestuurde buizenzenders die met AM werkten en een ontvanger met een VFO dat gebruikt werd. De kristallen waren dikwijls FT243 kristallen, vaak op 8 MHz, die waren in de dump goed te krijgen. En je kon ze gemakkelijk openschroeven en met FIM en met tandpasta op een glazen plaatje naar de gewenste frequentie slijpen. Erg nauwkeurig was het niet en bovendien was het onpraktisch om heel veel kristallen te hebben, zodat veel amateurs in die AM-tijd op een eigen frequentie werkte en bij een CQ dan aankondigde met de mededeling en draait nu van 144 naar 146 voor mogelijke aanroepen. Ik heb zelf nog wel eens een Engels amateur gehoord die op die manier een aanroep deed. Zoals gezegd, in de jaren 70 werd ook op VHF voor lokale gesprekken meer en meer FM gebruikt en voor de X, CW en SSB. De apparatuur waren omgebouwde mobiele phones, maar ook steeds meer fabrieksapparaten die in die tijd beschikbaar kwamen. Aanvankelijk stuitte de komst van SSB en FM bij de amateurs nog op kritiek, zeker bij een deel van de amateurs. Op zowel SSB als FM rustte in eerste instantie nog een patent en AM werd beschouwd als zijnde een modulatiesoort die door amateurs bedacht was, wat overigens ook niet door iedereen zo gezien wordt. Wel is het zo dat op AM in elk geval geen patent rustte. De discussie lijkt een beetje op de kritiek die er op het DISTA-systeem vanaf 2008 in Nederland, maar ook in andere landen was. Deel 17 van de historie van onze hobby. De grote toestroom van amateurs in de jaren 70 waren vooral amateurs die alleen nog op VHF en hoger konden werken. Om die reden zag je dat er veel geïnvesteerd werd in goede antennes, vaak richtantennes voor die banden. Veel meer dan nu het geval is in elk geval. In Nederland waren de 6D-kanalen vaak erg overbevolkt, zeker als er een contest gehouden werd, want ook dat gebeurde. Aan het eind van de jaren 70, in het jaar 1979, vond de werkplaats de World Administrative Radio Conference. Tegenwoordig heette die conferenties WRC. In de publiciteit vooraf werd nogal gevreesd dat amateurs op HF-stukken spectrum zouden kwijtraken. Het tegenovergestelde was het geval. Er kwamen 3 banden bij. 10 MHz, oftewel 30 meter, 18 MHz, oftewel 17 meter en 24 MHz, oftewel 12 meter. Rond die periode was er nog een band die in steeds meer landen beschikbaar kwam. Dat was de 160 meter band. In Nederland was die band in eerste instantie alleen beschikbaar op aanvraag. Je moest daar een speciale vergunning voor aanvragen. En er uiteraard ook alleen voor de amateurcategorieën die al op de korte golf mochten werken. In eerste instantie betrof het een piepklein bandje van 10 kHz tussen 1825 en 1835 kHz. Met een laag vermogen, als ik me goed herinner, kwam het neer op een watt of 10 cent vermogen aan de coaxplug. Ik heb zelf direct zo'n vergunning aangevraagd en ook al snel diverse CW. QSO's gemaakt. Er waren nog meer dingen die veranderden. Halverwege de jaren 70 was het bijvoorbeeld nog niet toegestaan om maritiem mobiel te werken. Maritiem mobiel, dat wil zeggen op een in Nederland geregistreerd schip dat zich buiten de territoriale wateren bevindt.
Ook een aantal andere zaken lagen in Nederland in die tijd nog anders. De amateurcall was destijds verbonden aan het amateurstation op het thuisadres, niet aan de persoon van de zendamateur. Als je nog geen 18 was, mocht je namelijk geen amateurstation bezitten. Maar je kon wel een zogenaamde bedieningsbevoegdheid krijgen, die iedereen verder standaard kreeg. En ieder amateur met zo'n bedieningsbevoegdheid, die mocht gebruik maken van het amateurstation van een bestaande amateur. Daarbij werd de call van de amateur van wie het station was gebruikt. Mobiel werken was in die tijd ook nog niet vanzelfsprekend. Je moest apart een mobielvergunning aanvragen voordat dat mocht. En hetzelfde gold voor strook alfa of strook papa werken. Ook dat mocht alleen als je er een papiertje voor had aangevraagd. Ook luisteramateurs moesten soms een vergunning aanvragen en betalen, namelijk als ze een telexmachine wilden gebruiken. De vergunningen voor mobiel, strook alfa en strook portabel waren voor de betreffende amateur gratis, maar de telexvergunning kostte voor zowel zend- als luisteramateurs destijds 15 gulden. Ik weet het niet meer zeker, maar volgens mij waren die aanvullende vergunningen telkens ook maar 1 jaar geldig. Daarna moest je ze weer verlengen. In elk geval was dat bij de telexvergunning zo. Aan de telexvergunningen kwam een abrupt einde toen computerprinters algemeen goed werden. De reden van de vergunning was dat men wilde weten wie allemaal in staat was om RTTY te decoderen. Met computerprinters kon je niet alleen nog meer dan met een telexmachine, zodat die vergunningplicht alleen om die reden al aan zijn doel voorbij schoot. Heel letterlijk vielen computerprinters echter ook onder de vergunningplicht. Die werden echter in zo'n groot tempo over de toonbank geslingerd dat het naleven van die regel dweilen met de kraan open geweest zou zijn. Ergens rond 1981 kwam er dus een geruisloos einde aan de telexvergunning. Leuke uitzending zeg! Houd je mond, ik zit tv te kijken. Deel 18 van de historie over onze hobby. Amateurs houden zich meestal afzijdig in militaire conflicten. Een uitzondering was de tijd van de Tweede Wereldoorlog, toen er in feite officieel geen zendamateurs waren. Er is nog een bekende uitzondering waarin zendamateurs partij kozen in een conflict. Toen de Argentijnse krijgsmacht in 1982 de Falklands binnenviel, namen ze als eerste het telefoon- en radionetwerk van de eilanden over en sneden alle communicatielijnen met Londen af. De Schotse amateur Les Hamilton, Golf Mike 3, India Tango November, was in staat om cruciale informatie aan de Britse militaire inlichtingendienst door te geven, die hij via de amateurband van de amateurs Bob McLeod en Tony Paul Evans kreeg, die nog op de bezette Falklands waren. Het ging daarbij om belangrijke zaken als Argentijnse troepeninzet, details over bombardementen waar de Argentijnen hun radar hadden opgesteld en over militaire activiteiten van de bezetters. Dit soort dingen zijn echter niet waar de amateurs zich op voorstaan. Amateurs mijden op de banden normaal gesproken controversiële onderwerpen. En dat betreft niet alleen de politiek, maar het zijn ook een hoop andere onderwerpen als onderdeel van de gedragscode die amateurs wereldwijd belangrijk vinden. Er wordt vaak gedacht dat dat volgens de gebruiksvoorwaarden niet mag over politiek praten. Het is echter de laatste halve eeuw in Nederland niet verboden geweest, zolang het maar onbelangrijk blijft. Dat er niet over politiek of andere controversiële onderwerpen gesproken mag worden, staat dus wel in de gedragscode die amateurs wereldwijd vaak hanteren. Bijvoorbeeld was het in de Koude Oorlog zo dat amateurs aan de andere kant van het IJzeren Gordijn niet over politiek mochten praten. Dat was daar sowieso in zowat iedere situatie niet handig, want je wist nooit wie er meeluisterde. Via een amateurband was dat al helemaal een hachelijke exercitie. De regel om niet over politiek of andere controversiële onderwerpen te spreken is er vooral om mensen in die landen niet in verlegenheid te brengen. Daardoor zorg je ervoor dat ze zich vrij kunnen voelen om zich in ieder amateurgesprek in te melden. Een van de regels uit de gedragscode is ook dat amateurs zich in hun gesprekken altijd beleefd gedragen. In de jaren hierna speelde de computer een steeds belangrijke rol. Hoorde je na het aanvankelijke enthousiasme over wat toen de homecomputer heette in amateurkring nog wel eens verzuchten dat de amateurhobby en de computerhobby niets met elkaar te maken hadden. Met een dergelijk standpunt kom je heden te dagen toch niet zo heel erg ver meer. Nou, tot zover Daily Minutes die een beetje uit de losse hand is. Ik was van plan om hem te scripten, maar dit kost heel veel minder tijd. En het moet maar even, misschien morgen, dat ik weer een gescripte versie heb. We gaan het proberen. This podcast is made by myself. I'm Peter John in English Media. Title music is by Croatian artist Blasco and is published under Creative Commons. Disclaimer, everything in this podcast, including the accompanying material, as a principle, is basically all fiction, although elements of reality may have been incorporated. However, real things included in it may have been exaggerated or not, or may have been placed out of context.
No rights can be derived from the content, nor is creator responsible for any consequences of the content. You can find this podcast on dmpodcast.net, DM is for Daily Minutes, and on several other platforms. De internetfaciliteiten en studio hardware voor Daily Minutes worden gesponsord door 70MHzShop.nl, 70MHzShop.nl. Daily Minutes Podcast. Whoever hears this is crazy. En microfoon naar retour. Deze uitzending wordt opgedragen aan Jurgen van den Broek, ON3JVB, voor altijd de Joker van België.